Ja, het verschilt best wel inderdaad, de overstap van mbo of havo naar hbo. Dat merk je wel ook vaak, maar ze proberen wel echt bij nul te beginnen altijd. Mbo'ers die hebben dan vaak iets meer moeite met wiskunde bijvoorbeeld, maar ze beginnen wel echt bij nul. En met hbo merk ik wel ook dat je zelf achter veel dingen aan moet gaan en wel initiatief moet nemen. Als je dat gewoon doet, dan valt het wel gewoon makkelijk te behalen. Je moet er wel moeite voor doen, maar als je dat doet, dan lukt het meestal wel. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie volgend jaar hier ook weer te zien. Want samen bouwen wij aan de toekomst.